Hoe moet ik zo filmen? Suzu. Ja, is weg, kleine baby. Kijk die oortjes. Zeg eens hallo tegen alle mensen. Zeg eens hallo. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Gisteren heb ik een PR-pakketje binnengekregen van Morphe. Kijk even dit. Dit is hun nieuwe collectie in samenwerking met Coca-Cola. Dit is al collectie nummer 3. Hun hebben al 2 andere collecties met hun uitgebracht. De eerste collectie heb ik nooit gehad, maar de tweede collectie wel. En daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Staat al op mijn kanaal. En nou is collectie nummer 3. Ik weet niet met hoeveel collecties hun nog uitkomen, maar mij hoor je niet klaar. Wil je die blikje brengen en ook die ene flesje, die Fanta, die staat nu op mijn bureau? Ik ga stuk gewoon helemaal een flesje drinken halen voor 1 video. Zoals jullie weten zijn er heel veel verschillende versies van Coca-Cola. En eentje ervan is Coca-Cola Sherry. Ik ben zo extra, ik heb ook gewoon het blikje hier. Jullie weten van mij, ik ben obsessief met Cola Zero. Maar dat komt omdat ik 1 jaar geleden ben begonnen met afvallen. En toen ben ik gestopt met alle frisdrank. Maar voordat ik begon aan mijn afvalproces, dronk ik altijd Coca-Cola Cherry. Ik vind dit echt de meest lekkere versie. Dus deze collectie spreekt me echt gewoon helemaal totaal aan. Dus we gaan vandaag met z'n allen bekijken wat we van de collectie vinden. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze week. Oké jongens, dit is dan het hele PR-pakketje die ik binnenkreeg. Echt super, super leuk. Deze collectie is vanaf 1 september te koop bij Douglas. Maar als deze video online gaat, dan is hij al wel te koop bij de Morphe EU website. En dat verzendt gewoon vanuit Engeland. En je hoeft geen douane of iets te betalen, want hun hebben dat al betaald voor ons. Dus je kunt gewoon makkelijk bij de EU website deze collectie bestellen, mocht je hem willen. Ik vind het pakketje wel echt super, duper leuk. Ik heb hem dus nog niet opengemaakt. Ik wilde dat samen doen met jullie. Oké, laten we hem dan gaan openmaken. Dit is wat erin zit. Ik heb de collectie al wel gezien online. Dit is hoe dit eruit ziet. Ik ben echt zo benieuwd naar alle producten. Oh, ik zie hier al gelijk een lipglossje. Ik heb hier dit. Volgens mij is dit een blush. Ja, dit is een blush. Ik heb hier wat make-up sponsjes. En het oogschaduwpaletje. En that's it volgens mij. Oké, we hebben dus oogschaduw, blush, lippen en sponsjes. En ik denk dat ik gewoon ga beginnen met de sponsjes om mijn gezichtsmake-up aan te brengen. Dit is de Morphe X Coca-Cola Bunch O' Cherries 3-Piece Beauty Spons Set. Dit is dus een set met 3 verschillende sponsjes. Laten we ze gaan proberen. Ik hoop dat ze goed gaan zijn. Oh, ze zien er allemaal wel echt heel cute uit. Kijk even dit. Je hebt dus 2 grote en 1 mini. Echt super, super cute gedaan. Dit zijn gewoon 2 normale. Maar dit is een beetje een aparte. Want hij is zo zacht, zeg maar. Ik denk dat ik die ga proberen. Trouwens, ik ga ze allemaal proberen. I love it. Ze voelen echt heel zacht aan. Dus ik denk dat ze echt fijn gaan zijn. Ik ga ze even allemaal nat maken. Oh mijn god, ze zijn echt een stuk groter geworden. Kijk even dit. Wat een verschil met net. Echt een stuk gegroeid. I love it. Ik ga beginnen met een foundation. En daarvoor gebruik ik de beetje aparte zachte spons. Ik heb mijn gezicht nog niet geprimed. Dus ik ga daar eventjes snel mee beginnen. Ik ga deze Essence Primer gebruiken. Oeh, deze primer voelt lekker verfrissend aan. En dan ga ik in met mijn Fenty Beauty Ease Drop Skin Tint in de kleur 13. En dan gaan we even zien wat deze spons ervan bakt. Nou, deze spons is echt fijn. Deze ga ik echt zeker vaker gebruiken. I love it. Dan ga ik de andere gebruiken voor concealer. Ik gebruik mijn e.l.f. concealer in de kleur Medium Scent. Deze spons is ook echt amazing. Ik vind ze echt allebei even fijn. Deze spons lijkt heel veel op hun normale. Maar die vind ik niet zo fijn. Want die is een beetje hard en stug. Maar dit is echt een super zachte spons. Dus ik vind deze echt super super fijn. En de kleine ga ik zo gebruiken voor oogschaduwprimer. Oké, ik ga heel even mijn gezicht afmaken. Ik kom zo bij jullie terug. One eternity later. Oké, daar ben ik weer. Ik heb mijn gezichtsmake-up gedaan. Tenminste de hele basis. Nu ga ik beginnen aan de ogen. En ik heb hier een oog.
schaduwpaletje. Dit is het Morphe X Coca-Cola Cherry Coke Sheer Fully Cherry Palette. Ziet er weer super cute uit. Wel is dit een heel apart soort paletje voor Morphe. Normaal hebben hun de grote vierkante paletjes. Dus dit is wel een keer iets heel anders. En dit is dan hoe het paletje uitziet. Het is een soort van blikje. En dit is de inhoud. Echt heel erg mooi. Echt heel veel warme kleuren. Matte en glanzende kleuren. Het ziet er echt prachtig uit. Ik hou van dit soort kleuren. Wel moet ik zeggen dat dit paletje mij heel erg doet denken aan de Too Faced paletjes. Toen ik ook de promo video zag op Instagram, dacht ik dat het een Too Faced collectie was. En dat kwam echt hierdoor. Ze hebben hun echt een beetje nageaapt. De namen van de kleuren staan hierop. Dat vind ik altijd wel een beetje jammer, want ik pleur dit gewoon altijd weg. Maar goed, ik hoop dat de kwaliteit goed gaat zijn. En ik ben gewoon heel benieuwd, want de kleuren spreken mij echt aan. Ik vind het echt fantastisch. En ik ga hiermee een mooie draagbare glam look maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Oké, ik ga beginnen met primen. En ik gebruik hiervoor mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik breng het altijd eerst aan met een kwast. En dan blend ik het uit met een spons. Dus ik gebruik nou deze mini spons. Deze is ook echt super zacht. I love it. Ik denk dat deze paintpot een beetje is uitgedroogd. Hij blendt ook echt gewoon helemaal niet meer mee gewoon. Ik ga even in met mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. Oh mijn god jongens, dit is echt een bende. Die van MAC wil gewoon helemaal niet meer blenden. Hij is gewoon helemaal uitgedroogd. Ik ga het er proberen af te halen met een wipe. En dan ga ik weer in met mijn P. Louise base. Oké, dit ziet er nou een stuk beter uit. Ik ga beginnen met de lichte matte kleur. En met die kleur maak ik alles mooi mat. Dan ga ik in met de lichtbruine matte kleur hier. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik de iets donkerdere bruine kleur hier. En ook die gaat in mijn arcadeboog. Oké mensen, ik ben er net achter gekomen dat mijn camera gewoon ermee was opgehouden na de tweede oogschaduwkleur. Ik heb erna nog de kleur hier gepakt en die ook zo gedaan in mijn crease om zo die paarsachtige kleur te creëren. En nu ga ik in met de donkere paarse matte kleur hier. Die breng ik aan met een kleine platte fluffy kwast, Boosty Shop UP24. En die kleur ga ik vooral aanbrengen in de buitenste ooghoek. Oké, dan ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met de paarse glanzende kleur. Die pak ik gewoon een beetje met mijn vinger. En die breng ik aan op mijn ooglid. En dan vanaf het begin tot aan het midden ongeveer. Wauw, die kleur is ook echt prachtig. En dan ga ik in met de donkere glanzende kleur hier. En die breng ik zo hier ernaast aan. Die kleur is ook echt prachtig. En dan met een hele grote fluffy kwast ga ik zo een beetje over de randen heen. Om het goed uit te blenden. Dan ga ik in met de lichte glanzende kleur hier. En die breng ik aan zo hier in de binnenste ooghoek. En met wat er nog op de kwast zit ga ik ook heel lichtjes onder mijn wenkbrauwen. Ik vind de look echt prachtig geworden. Wat vinden we ervan? Echt super duper mooi. Alles ging ook gewoon helemaal goed. Er is veel pigment. Het blendt gewoon goed mee. Ik vind het wel een tikkietje poederig. Maar niks heftigs waar ik niet mee kan werken ofzo. Dan ga ik nou even mijn ogen afmaken. En dan gaan we verder met het gezicht. Ik vind deze ooglook echt prachtig. Kijk hoe mooi. I love it. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 730. En nu ga ik beginnen aan de blush. Dit is de Morphe X Coca-Cola Sherified Blush. De verpakking is wel echt cheap ass. Ik vind de verpakking echt helemaal niks. Ik vind de kleur die erin zit wel heel mooi. Het is een baked blush, dus hij glanst. En hij is ook echt best wel donker. Ik denk op een donkere huid gaat dit echt geweldig zijn. Nou, laten we hem proberen. Ik heb dus met mijn domme hoofd al een cream blush opgedaan. Ik was vergeten dat de collectie een blush heeft. De cream blush die ik op heb is ook van Morphe in de kleur Racy Pink. Maar ja, maakt niet uit. Het is een cream blush, dus whatever. Laten we gewoon een beetje pakken. Nou jongens, ik vind de blush echt helemaal niks. Het blendt gewoon totaal niet uit. Kijk even gewoon helemaal die harde streep hier. Ik vind de kleur wel heel mooi. De kleur is lichter dan dat ik had verwacht. Maar ja, nee. Het blendt gewoon echt gewoon totaal niet mee. Echt super annoying. Ik vind de verpakking niks. Ik vind de inhoud niks. Deze blush, jongens, ik raad hem niet aan.
Ik heb lekker veel aangebracht, weer lekker overdreven. Ik ga even heel snel in met een highlighter van NYX Cosmetics, de Born to Glow. In de kleur Platinum Status en Diamond Chains. Deze geeft echt een prachtige glow, I love it. En dan het laatste, dat is voor de lippen. Dit is de Morphe X Coca-Cola Cherry Coke Tipping Pretty Lip Glaze. Dit is dus gewoon een lipgloss en ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Een hele mooie donkere kleur. Laten we hem proberen. Ik haal even mijn balmpje eraf. Hij ruikt echt letterlijk naar Coca-Cola Cherry. Oh my god, I love it. Oké, het is echt een lip glaze, dus het heeft niet heel veel pigment, maar wel een heel klein beetje. Het is alleen echt heel plakkerig. Het is heel plakkerig en het brengt een beetje patchy aan. Dat vind ik echt helemaal niks. Kijk even hoe plakkerig dit is. Oh my god. Kijk even dit. Dit is echt niet mooi. Hij ruikt wel echt heerlijk. Oké, dan is het klaar. Fixing spray. Aangezien dit een Morphe video is, gebruik ik ook hun hydrating fixing spray. Oké, jongens, dit is dan de make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super, super mooi geworden. Ik vind de look echt heel erg mooi. Wat vind ik van de collectie? Deze zijn echt super fijn. I love them. Ik ga ze echt alle drie zeker nog gebruiken. Het paletje is ook echt heel erg fijn. Het is echt goede kwaliteit. En je kunt hier echt prachtige looks mee maken. I love it. Het is een hele mooie glam look. En dit is echt een look die ik gewoon zou dragen als ik iets ga doen. Ik vind het echt een heel fijn paletje. Wat ik echter niet aanraad is de blush en de lipgloss. De blush blendt echt super slecht mee. De verpakking is ook echt heel crappy. En de gloss is een beetje patchy en echt super plakkerig. Dus ook die vind ik niet fijn. Dus het is helft, helft. Helft vind ik goed en de andere helft niet. Laat me weten wat jij vindt van de collectie en van de make-up look beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!